Voorzitter, dat is één vraag. Dan een vraag van de heer Ramakers ging over de AJA-zorg. Voorzitter, AJA, even huiselijk gezegd, de heer Ramakers heeft betoogd dat het AJA-netwerk onder druk kan komen te staan. Hij wil eigenlijk zorgen dat er een toekomst is voor dat netwerk. Voorzitter, ik heb een sprongetje gemaakt in de schriftelijke beantwoording dat ik aan de academische ziekenhuizen heb gevraagd om als onderdeel van hun beschikbaarheidsbijdrage academische zorg, dat zij hun publieke infrastructuur inzetten voor continuïteit van activiteiten zoals AJA. Dus zij moeten wat mij betreft langjarig die aandacht behouden. Ik weet zeker dat vraagsteller, voorzitter, daar dat thema levend zal houden bij ons. Maar ook zonder dat kan ik me deze vraag goed voorstellen. En zullen wij daar ook vinger aan de pols houden. Dat is twee. En de derde...